Ja, typisch een Milan dingetje. Een video opnemen en pas een half jaar later uploaden wanneer het helemaal niet meer relevant is. En waardoor je de views van dat evenement niet meer kan meepakken. Ik ging in juli naar de Gentse feesten. En in deze video zie jij hoe ik daar naartoe ging en wat ik daar deed. Yo, kijk, zo bij deze nieuwe video. Ik ben Milan. Ik ga deze... Oh, die zie je hem die poppy step pakken en ik ga naar de Gentse feesten in Gent. Amigos is eigenlijk gewoon een app om activiteiten aan te maken, te joinen en mensen te ontmoeten. Het is een gratis app en je kan hem in heel Nederland, België en ook Barcelona, in Dublin, in Warschau en in Madrid gebruiken. En binnenkort ook in andere Europese steden. En het is een hele handige app. En ik heb hier ook hele leuke vrienden mee ontmoet. En vandaag gaan we proberen mensen te ontmoeten op de Gentsfeest. En niet alleen vandaag, ook dinsdag, donderdag, vrijdag en hopelijk zaterdag gaan we lekker naar de Gentsfeest met amigos. Ik ben nog altijd verlegen om mezelf te filmen, dus dat ga ik vandaag waarschijnlijk ook niet veel doen. Zo kom je nog eens ergens als je ronddwaalt. Heeft hij zelfs een hele grote kermis, dus download die app als je volgend jaar naar de Gentse feesten met amigo's wilt. Een leuke tip, je kan zelfs beleggen in een Orval. Dit is een Orval uit 2017 en hij is niet zo goedkoop. Ik was nu even bij de Dulle Griet waar ze meer dan 500 bieren hebben en ik ga nu naar de Korenmarkt waar blijkbaar Tinne Oltmans optreedt. En nog even een wandeling door het graffiti straatje. Op de Gentse feest heb ik ook een paar amigos ontmoet, waaronder deze jongen. Met deze jongen heb ik proberen ook wat amigos te promoten in de stad. Uiteraard heb ik nog meer amigos ontmoet, maar niet met iedereen heb ik een foto of beelden ervan. I went before upstairs, huh? Hi, that's you. We maken wat promoties voor de app, amigos. Dan wou je naar Pommelien kijken, hebben ze het afgesloten. Vandaag zijn we weer op de Gentse feesten. Ik heb mijn zusje ook meegenomen. Zij gaat helpen om de app te promoten. Zeg eens wat de mensen moeten doen thuis, Margarita. Jullie moeten dit installeren. En hoe heet het? Amigos. Goed zo. Doe een duimpje omhoog. Ja. Witte chocolademelk. Witte chocola en kek. Witte chocolade. Het voordeel naar de Gentse feesten gaan is ook dat je wat rond kan dwalen in de stad. En deze stad blijft natuurlijk heel erg mooi. We gaan nu naar een expositie. Een evenement dat ik ook heb aangemaakt op de app Amigos. Ik weet niet of er amigos op afkomen. Hopelijk komen er ook op andere tijdstippen amigos op af. Want ik ga zelf op dit tijdstip, maar die expositie is tot 5 uur. Dus amigos kunnen ook zeg maar later komen in een eentje. Maar we gaan daar nu naartoe en het is over minderheden en zo. En welke politieke voorkeur je ook hebt, het is gewoon heel erg interessant. Dus daar zijn we nu op weg.
moeten snel zijn, want het sluit al bijna. Dus ja. En hier zijn we bij de expositie. Nou, ze gaapt al. Overigens maakt het niet uit in welke politieke sfeer je zit bij het bezoeken van deze expo. Het had een beetje een socialistisch kantje. Ik ben er normaal niet zo van. Maar het was gewoon heel erg interessant. Zeker de geschiedenis ervan. Dus ja, die expo is er niet meer. Maar het was interessant. Hier achter mij was best wel een leuke expositie. Nog geen amico's gezien. Die komen vanavond waarschijnlijk. Wij gaan even naar het centrum toe om wat artiesten bekijken. Natuurlijk de rest van de Gentse feesten. Ook wat platen gekocht in die platenwinkel daar. Ja, het is natuurlijk maandag en vandaag dinsdag. Dus weinig amico's waarschijnlijk vandaag. Maar ik hoop dat er morgen, het is overmorgen en vrijdag, zullen waarschijnlijk meer amico's aan het Gentsfeest komen. En vanavond ook nog een paar. Geniet jij van de Gentsfeesten? Moi. Vind je niet leuk? Nu als even nu. Maar vind je het leuk? Ja. Nee. Ja of nee? Nee, hoezo niet? Saai. Kom, maar er komen ook leuke dingen voor jou, hè? Kom naar huis. Nou, zeg. En een avondje comedy. Het is van die Adam Fields, maar ik ken hem niet, maar ik hoop dat hij leuk is. Het was een hele goede comedy show. Ik heb witte truffel en cassis. Na een geweldige comedyavond wou ik nog de staat zien optreden, maar ik had me van plek vergist. En het is al veel te laat, dus wij moeten de trein halen naar Antwerpen. Dus donderdag weer een nieuwe dag. Woensdag kon ik niet naar de Gentse feesten toe, maar ik ging wel naar het museum van Jean-Marie Pfaff in Beveren en naar een huisfeestje waar ik geen beelden van heb. Maar hier een foto met Jean-Marie. Vandaag zijn we weer in Gent, we gaan weer naar de Gentse feesten. Ik heb een heel leuk programma samengesteld voor mezelf met allemaal onbekende en aanstormende of talentvolle artiesten. Het regent wel, een beetje kut, maar ik ga naar het centrum toe.
Nico-Tac. I got a day to celebrate with my friend Nico-Tac. We zijn nu onderweg naar een artiest die gaat optreden in het Boudeloopark, het Boudeloof. Jeff, een artiest uit Bilze in Belgisch Limburg. Best wel leuk, ik draai hem vaak in mijn radioshow, dus ik ben benieuwd. Let's go. Blijkbaar gaat hij toch pas optreden om 8 uur, dus ik ga even kijken bij een coverband. Free Wijs die speelt op de groentemarkt, dus ik loop maar daar eventjes snel heen. Nu onderweg naar Sint-Baafsplein of zoiets om een K3 tribute band te horen of wat dan ook. Een soort van coverband met K3 liedjes. Er waren ook andere amigos op andere podia's. En waarschijnlijk komen we straks naar die K3 dingen ook wat amigos. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ja, het is al 10 uur, sinds de maart 10 uur en ik verlaat nu al de Gentse feesten. Ik ga dit keer iets eerder weg dan vorige dagen. Ik voel me enorm moe, dus ik denk dat het beter is om eerst naar huis te gaan. Omdat ik ook merk dat die prikkels een beetje te veel worden. Ik zag net mijn trein, de verte wegrijden, denk ik. Dan reed de kant op richting Antwerpen en dat is de enige route een beetje. Dus we gaan weer heel lang mogen wachten, dat is ook top. Het zou betekenen dat de volgende trein om 10:30 is. Dan zijn we tenminste een uurtje vroeger thuis. Het is niet veel. Maar een uurtje meer slaap kan nooit kwaad. We zijn weer onderweg naar de Gentse feesten. Maar zoals jullie al achter mij zien, het regent gewoon fucking hard. Dus ik denk dat het vandaag wat rustiger gaat zijn. Behalve als het weer natuurlijk verandert. Er staan vandaag heel leuke dingen op de planning. Zoals een rondgang en zo. Stroppendragers, allemaal historische dingetjes. Gisteren waren een paar amigo's, maar die waren vooral op andere plekken. Ik loop ook heel snel, want ik moet... Mijn trein halen en zo. Dus vandaar dat ik een beetje bij het adem ben. Maar ze waren op andere podia. Maar vandaag komen er ook nog een paar. En het is gewoon super leuk. Download die app. Nieuwe mensen leren kennen. En ondertussen ook gewoon
ja, contact te leggen, vrienden leren kennen of gewoon dus je samen gaan sporten of feesten, alles kan. In ieder geval, op naar Gent. En deze wraps die zijn niet te eten. Daarnet was een alternative rockband, Alias uit Kortrijk. We gaan nu eens kijken naar Aaron Blomhaart of zoiets. Dat is, ja, schijnt een bekend artiest te zijn als ik het juist heb. Er zijn een Botamico's op afgekomen gelukkig. Ik heb ze niet gefilmd. Beetje dom van mij. Maar het was in ieder geval een leuke dag met Amigos. Misschien dat er straks ook nog een paar komen. Die Aaron is precies een beetje populair geworden. Alles staat afgesloten.
Vandaag zijn we weer onderweg naar de Gentse feesten. Sterker nog, we zijn in Gent. Ik ga nog even een tas afzetten bij iemand van Amigo's. En daarna gaan we even het centrum in en een boottour vandaag met Amigo's. Heb je die boottour nou gemist? Misschien volgend jaar weer tijdens de Gentse feesten. Dus download die app en maak een hele prachtige boottour mee. Brandweer naar achterlijn geroepen van de bolle huis. Beetje rook, beetje vuur, fucking scheet. Ja, dat is waar, maar dat is waar. We zitten alle vrouwen mee veel te veel graag. Dus ja, dat is klaar, we zitten nog met veel graag. Ik had ons gemeen, nou we worden dan probleem, maar I've been taking my time. Don't mind dying now, cause my fate will let me fly. I'm faithful, faithful, I'm blessed, blessed, blessed. Ben, nu is het zwaai met je handen als een bitchlap. We storen mijn vingers en zetten zingen op de muur. Je hoeft niet terug naar de kliniek. Met peace in je lijf, we staan nog steeds in de top van criminele steden. Het historisch centrum is nog steeds bewaard gebleven. Van Spiegeltem tot Verzetsmuseum. Goudje daar zo, ik blijf het jullie aanbevelen. Want dit is moeilijk in te haken op de wilskracht van het water. Represent, represent tot hier en tot dadelijk. Ik ben individu. Ja, zondag ging ik niet naar de Gentse feest, maar de Gentse feesten waren zeker heel erg leuk. Een hele nieuwe ervaring, ben er nog tot nu toe niet geweest. Maar met andere amigo's en met andere mensen naar het Gentse feest gaan, was zeker de moeite waard. Dus als jij volgend jaar in België bent, ga zeker naar de Gentse feesten. Mijn stem is helemaal weg, maar wanneer weg blijft is het Gentse feest. Komt volgend jaar weer terug, dus zeker naartoe gaan. Deze video is niet gesponsord, maar Amigo's blijft gewoon een hele leuke app om te gebruiken. Activiteiten aan te maken en andere zaken, feestjes uitgaan. Dus zeker eens een keer downloaden. En bedankt voor het kijken. Like, abonneer, join de Discord server. Link staat in de beschrijving. Volg me even op Instagram, echtemilan.nl. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Laters.